De luchtvaart in Nederland die groeit ontzettend hard en dit is heel goed, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoge kosten, lange wachttijden, een moeilijk onderhoudsproces en schade aan het milieu. Tijdens de opleiding Aviation leren wij hoe we de luchtvaart future-proof gaan maken en dat ga ik jou vandaag laten zien. Ga je mee? Bij Aviation werken studenten samen met bedrijven en onderzoekers om oplossingen te vinden om de luchtvaart duurzamer en efficiënter te maken. De kennis die we opdoen uit het bedrijfsleven kunnen we direct gebruiken tijdens simulaties en bijvoorbeeld onderzoek naar landingsbaanefficiëntie. Een van de oplossingen die we hiervoor hebben bedacht is het concept van een ronddraaiende terminal. Maar hoe werkt die turnaround terminal nou? Een vliegtuig wordt aangekoppeld en draait dan één rondje. Zo stappen de passagiers uit, wordt brandstof bijgevuld en worden er kleine onderhoudstaken aan het vliegtuig gedaan. Omdat dit proces heel erg geautomatiseerd is, kan er heel veel tijd en geld worden bespaard. En zo maken we vliegen goedkoper en relaxter voor de passagier. Studenten van Aviation werken hands-on mee om dit concept waarheid te laten worden. En hoe tof is het dat je met dit soort projecten bij Aviation de luchtvaart future-proof kan maken. Bij Aviation zijn we een hechte groep. Onze studievereniging is ontzettend actief en we maken reizen over de hele wereld. Tijdens die reizen heb ik echt vrienden voor het leven gemaakt en zo is Aviation voor mij veel meer dan alleen een opleiding. Wil jij meer weten over de opleiding Aviation? Meld je dan aan voor de open dag.